Bezoekers van het Reigersbos in Polderpark Kronenstein valt het sinds enkele weken op dat een flinke rij bomen aan de rand van het bos doormidden gezaagd is. Ja, de bomen zijn afgeknot in het kader van een herstelproject. Wat op meerdere plekken in Kronenstein wordt uitgevoerd. Het Reigersbos is ontstaan in het midden van de vorige eeuw. Toen hier een aantal tuinderijen zijn aangelegd. Die moesten vertrekken uit wat nu Leiden-Zuidwest is. Er zaten allemaal tuinders. Die hebben toen een plek gekregen. Dat heeft niet zo heel lang geduurd. Enkele tientallen jaren. Dus al die bomen die je ziet, een groot deel van die bomen, dat waren eigenlijk singels. Windsingels, rijtjes bomen om de wind tegen te houden, zodat je daar fatsoenlijk kon tuinen. Dat je groenten en je fruitbomen niet verwaaide. Die waren dus ook vrij klein in het begin, want als jij fruit wil telen of sla, dan moet de zon erop vallen. Nou, op een gegeven moment zijn die tuinderijen zijn uitgekocht omdat Kronenstein een park moest worden. En sindsdien is eigenlijk die structuur van die windsingels, die bij die tuinen horen, is niet meer onderhouden. En die zijn geweldig uitgegroeid. En er is voor gekozen om eigenlijk een paar verschillende aspecten van het Reigersbos om die te herstellen en te versterken. Door een open plek te creëren krijgen de vogels en de nieuw aan te planten fruitbomen straks meer kans in het park. En dan mogen mensen ook straks, als die rijp zijn, dat kan nog even duren, kunnen die ook gewoon die appels en die peren plukken. Het afknotten van de bomen is niet het enige dat aangepast wordt in het Reigersbos. Het pad achter je dat is verlegd. Dat liep eerst over deze baggervlakte. Het is nu nog een baggervlakte. Maar dat liep dus via dit voormalige tuinbouwperceeltje. Liep het naar het midden van het bos. Langs de bijenstal. Ja, eigenlijk precies door het aanstaande rustige gedeelte. Dus dat pad is verlegd. En dit stuk mag dicht gaan groeien. Dit was een perceel dat was nog vrij open. Juist omdat dat pad er liep. Maar dat mag dus ook gewoon spontaan gaan dichtgroeien. Toch is niet iedere plant even welkom in het park. De drie B's, braam, brandnetel en berenklauw, worden actief bestreden. Ja, berenklauw het meest. Want dat is ook Europees geregeld dat een ongewenste exoot is waar men vanaf moet. En dat wordt ook door de vrijwilligers van Stichting Groen Kronenstein wordt dat zeer structureel bestreden. Er zijn een paar mensen die hebben zich er echt in verdiept. Die maken kaarten met bijna elk berenklauwtje erop. En die weten precies waar ze wanneer die dingen moeten wegsteken. Dus dat is nu eigenlijk al heel succesvol. Omdat er bijna geen berenklauw meer in bloei komt door dat beer. Ja. Als je hem wil bestrijden, dan moet je eigenlijk net die bovenkant van die wortel, net onder de plek waar de stengel weer uitloopt, moet je hem afsteken. Dan heeft hij echt een grondig hekel aan.